groter worden dan jezelf. De wereld zien. Er willen zijn voor de ander. In een wereld van het ik vechten voor het wij. Dat is waarom militairen in dienst gaan. In dienst van een groter goed. Het beschermen van democratie. Wanneer burgers moeten schuilen, staan militairen op. Wij zijn het schild voor onschuldigen. 75 jaar geleden vochten de geallieerden voor ons. Zij gaven ons onze vrijheid terug. Die vrijheid moeten we iedere dag opnieuw bevechten. Die opdracht, dat levensdoel, is iets wat alle militairen met elkaar delen. Het vormt een onzichtbare band die oorlogen en generaties overstijgt. Een band die je voelt, want je weet wat het betekent om te dienen. Om door te gaan waar anderen stoppen. Om jezelf in dienst te stellen van de groep. Bereid om het ultieme offer te brengen. Die onzichtbare band is het fundament van onze krijgsmacht. Het grenzeloze vertrouwen in elkaar. De geborgenheid van kameraadschap. The band of brothers and sisters. Als symbool voor die eenheid dragen wij een uniform, met trots. Want het toont de kracht van ons collectief. En vormt een deel van onze identiteit. Het militaire beroep brengt en vraagt veel. Ook van familie en vrienden. En als woorden tekortschieten, vult muziek de stilte. Het drukt uit wat wij voelen. Kracht, eenheid, trots. Maar ook verdriet om wie er niet meer is. Het kan in één klap beelden, geuren en geluiden van een missie oproepen. Dat is al 2 eeuwen lang de kracht van militaire muziek. En dan geldt, net als overal in onze krijgsmacht, ieder instrument doet ertoe. Samen zijn wij sterker. Samen zijn wij meer.